Als jij de goedkoopste FIFA-coins op het web zoekt tegen een betaalbare prijs en een snelle levering, ga dan naar igsky.com en gebruik code HARD5 voor nog eens een 5% korting. Yo mensen, ik ben Marcus van Hard Dynasty. Dit is een nieuwe career mode, maar ik wil eerst wat zeggen over Road to Arsenal. Veel van jullie hadden verwarring over hoe dat nou ging zitten met packs, want mijn coins zorgden er nogal voor dat het onduidelijk was hoeveel coins ik voor spelers beschikbaar had en hoeveel ik had om gewoon echt normaal uit te geven, zeg maar. Dus wat ik ga doen is, ik heb de coins zeg maar zo weggehaald, in de zin van, ik ga voortaan packs kopen met FIFA punten. En wanneer ik spelers kan kopen, weet je, dat zie ik dan wel. Dat zal wel blijken hoe dat uitkomt. Op die manier kan ik de serie wat langer laten lopen, omdat ik natuurlijk anders echt gewoon een huge aantal coins kan hebben. In plaats van coins gebruiken, ga ik dus eigenlijk gewoon FIFA punten inzetten op die manier wat eerlijker te maken en de serie wat langer te laten lopen. Zo kan ik ook wat meer spelen, kan ik toch wat meer proberen te oefenen, gewoon met legit coins verdienen. En gewoon überhaupt wat meer proberen te traden. Ik zeg natuurlijk proberen, want ik kan niet garanderen dat ik het doe of dat het me lukt. Maar in ieder geval, deze wedstrijd tegen QPR was lastig. Ze waren niet aanvallend heel sterk, maar ze onderschepten elke paas. Daardoor creëerde ik echt geen ene zak. Maar in de 90ste minuut, toen ik al 1-0 voor was gekomen, weet je, dan weet je natuurlijk, zij gaan op de aanval spelen wat ze willen, die gelijkmaker forceren. En omdat ik Mané erin had gebracht in de 75ste minuut, kon hij zijn snelheid gebruiken, rent hij er langs, scoort hij de 2-0 en winnen wij met 2-0 uit bij QPR, wat toch een prima overwinning is op een team dat niet ver onder ons stond. En dat is het belangrijkste, het gat met de teams onder ons vergroten, want dat gat was niet zo heel groot. En gewoon zorgen dat we steeds dichter bij die vierde plek komen. Want we moeten kwalificatie voor de Champions League afdwingen, dat is zeg maar ons doel. En op dit moment zijn we redelijk op weg natuurlijk. We zijn goed gestart aan de tweede seizoen zelf met Southampton. Een beetje voor kijken wat het team moet doen. En ik had deze wedstrijd 2 dagen na de wedstrijd tegen QPR. Dus een thuiswedstrijd tegen West Ham. En ik moest een beetje kijken, een beetje team roleren. Kijken wie kon spelen en wie niet. En ik moet zeggen, dit was een goede ervaring. Want ja, ik moest toch een beetje kijken wat kan ik gebruiken en wie niet. Maar er was ook een nadeeltje. Want ja, ik moest Pelle op de bank laten. En Pelle op de bank be like. Maar in ieder geval, ondanks dat Pelle heel erg blij keek natuurlijk. Echt, what the fuck was dat voor rotkop. Moet hem gewoon doorgaan. En hier zo Andy Carroll. Enorme kans voor West Ham. Maar hij, de keeper weet naar buiten te wingen. Borders doet goed zijn werk. En zo staan we nog op 0-0. Dan is Cork hier aan de bal. Cork ziet de loopactie van Shane Long. En Shane Long met een niet geweldig schot. Weet toch de keeper te verschalken. En zo komen wij op 1-0 voor tegen West Ham United. Ik kan zeggen dat het een verdiende goal was. Mooi opbouw ook. Cork wacht even. Ziet die loopactie. Geeft de paas. Weet er maar langs te krijgen Shane Long. En zo staan we 1-0 voor. Dan kom je hier met een corner. Mayuka, zeker niet de grootste man op het veld, springt gewoon heel erg goed. Weet hem bij de korte paal binnen te koppen. Korte hoek moet ik natuurlijk zeggen. En zo staan wij op 2-0 voor tegen West Ham. Nou, Mayuka is natuurlijk een belangrijke speler voor het team. Hij heeft een enorme snelheid. Kan redelijk goed schieten. En heeft geloof ik nog steeds de 4-ster skills. Heeft ook al 5 doelpunten in competitie nu. Wat natuurlijk helemaal mooi is. Maar dan gaan we hier door met Mané. En Mané's snelheid is ongelooflijk. Sprint er gewoon doorheen. Met heel veel geluk krijgt hij de bal mee. Maar zo komen we wel op 3-1 voor. Mané blij, ik blij, want hij scoort natuurlijk doelpunten. Hij heeft een potentieel van 82 geloof ik. Dus het is belangrijk dat hij veel speelt en goed speelt. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar dan hier, ze maken een enorm domme fout. Ik geef de bal aan Gardos. Ik paas hem daarna niet goed door. Ik probeer het te leuk te doen. En hier zo is Zarate aan de bal. Die schiet hem nog op de paal. Maar dan is Carroll daar voor de follow-up. En hij scoort zijn 12e van de competitie alweer. En zo sta ik op 3-1 tegen West Ham. Enorm domme fout van mij. Maar hey, af en toe gebeurt dat gewoon als je zo ver voor staat en de scherpte verliest. Maar dan maak ik hier nog wel de 4-1 via Shane Long. Is de wedstrijd natuurlijk al beslist. Het was een prima uitgespeelde aanval. Gewoon het overzicht behouden. Niet zelf voor het eigen succes gegaan. En zo staan we dus op 4-1. Voor winnen we ook 4-1 bij West Ham United natuurlijk. Helemaal prima. En we moeten ons richten op die vierde plek. En mijn vraag is, welke plek denken jullie dat ik ga halen? Laat het me weten in de reacties. Laat ook een like achter als je genoot. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie later. Bedankt. Ja, en tot ziens. Doei.